netto kracht. Nou, wat is netto? Dat is eigenlijk wat je in totaal overhoudt na alle aftrekkosten, zeg maar. Netto salaris is minder dan het bruto salaris. Zo is het ook bij krachten. Je ziet hier F1 van 3 newton en F2 van 4 newton. En krachten in dezelfde richting mag je bij elkaar optellen. Dus als ik ze op één lijn teken en achter elkaar, dan is dit je resulterende kracht, oftewel je netto kracht van 7 newton. Hier zie je twee krachten die werken tegen. De krachten die tegenwerken mag je aftrekken om de netto kracht te bepalen. Dan kun je 5 min 7 doen, maar dat is niet handig. Dan krijg je een negatief getal, dus als je de grootste min de kleinste doet. En dan zeg je de netto kracht, oftewel de resulterende kracht, oftewel de resultante, is 2 newton naar links. Hier, 4 min 3 is 1 newton naar rechts. Ten slotte hebben we hier een bergbeklimmer en daar werken verschillende krachten. De zwaartekracht omlaag, de spankracht omhoog. Nou, de zwaartekracht is groter dan 0 newton, de spankracht ook. Maar toch is de netto kracht 0 newton, omdat die gewoon in evenwicht is. De normaalkracht. Op ieder voorwerp op aarde werkt de zwaartekracht. Maar toch bewegen de meeste voorwerpen niet, maar liggen ze stil, bijvoorbeeld op een tafel of een plank. Ze liggen stil omdat de plank op zijn beurt ook weer een kracht uitoefent op het boek. Dus de zwaartekracht werkt omlaag, eigenlijk moet die vanuit het zwaartepunt getekend zijn, vanuit het massamiddelpunt, midden. En de normaalkracht moet vanuit de tafel getekend worden omhoog en die is even groot als de zwaartekracht, omdat er evenwicht is. Dus de nettokracht is 0 newton. Was de zwaartekracht groter dan de normaalkracht, dan ging die door de tafel heen. Als de normaalkracht groter zou zijn dan de zwaartekracht, dan steeg die op.